Oh ja, Linda, jij weet natuurlijk helemaal niet hoe het is om grote borsten te hebben. Ik heb persoonlijk bijvoorbeeld altijd seks met mijn sokken aan. Ga voor de spiegel staan, raak je borsten aan en weet je, gewoon even lekker zo. Ik wil jullie graag even meenemen in mijn gedachtegang, want ik merk dat ik soms onbewust misschien toch nog best wel judgy kan zijn in mijn gedachtes. En die wil ik graag uitleggen. Ik ga jullie vertellen hoe dit begon. Ik zie regelmatig films en dan is er een seksscène en dan zie je de vrouw nog met een BH aan. Waarbij ik gewoon instant denk, what the fuck, hoezo heeft zij een BH aan? Het slaat toch helemaal nergens op? Je hebt toch gewoon naakt seks? Doe even normaal. Zo gaan mijn gedachten dan. En het is best wel extreem en heel erg oordelend. Terwijl ik juist zo erg ben van don't judge, niet gelijk oordelen en dat soort dingen. Ik word gebeld. Waar is mijn telefoon? Hey, ik zit echt. Thanks, ik zit precies even een video op te nemen. Ja, godverdomme. Ja. Ben je nog aan het opnemen? Ja? Ik ben net begonnen. Oké, waar was ik gebleven? Oh ja, ik merkte. Ik ben eigenlijk heel erg anti-judging, maar toch doe je dat automatisch in je hoofd. En dat zegt alleen maar van alles over mij en niks over die personen die ik beoordeel. Dat laat dat duidelijk zijn. En ik wil jullie gewoon heel eerlijk meenemen in mijn gedachtegang rondom het onderwerp seks hebben met een BH aan. Want ik las toen ook nog in het boek Damn Honey. En eigenlijk zou ik dat boekje nu even moeten laten zien, maar die ligt hier niet. Damn Honey, het boek. Ben ik super door geïnspireerd. Ik ga nog een video maken over het boek, wat ik ervan vind. Met een specifiek gedeelte uit het boek daarin uitgelicht. Maar dat komt later. Ik las daarin in ieder geval iets ook over seks hebben met een BH aan. In ieder geval, mijn gedachte werd getriggerd. Vrouwen die seks hebben met een BH aan. Maar waarom dan? En wie doet dat eigenlijk? Ik vroeg het me af in mijn Instagram story. En toen schrok ik van het resultaat dat van de ongeveer 2000 mensen die hebben gestemd. Laten we zeggen, waarschijnlijk zijn die 2000 mensen allemaal mensen met borsten. Oftewel vrouwen over het algemeen in de volksmond. Vrouwen, laten we het zo even noemen, voor de gemakszucht. Van de 2000 mensen die hebben gestemd, heeft 25% wel eens of vaak seks met BH aan. En weer, mijn gedachte is, oh my god, hoe kan je dat nou doen en waarom dan? En nee, je hoeft niet onzeker te zijn. Dat is mijn instant gedachtegang. Want ik heb even opgeschreven hier. 25% zegt dus ja, dat waren ongeveer op dit moment 520 meiden, mensen, vrouwen, mensen met borsten. Nou ja, goed, in ieder geval best wel veel mensen, vond ik. Ik vond het best al wel een representatief uitslag. Van mensen die dus zeggen, ja, ik heb seks met BH aan. Nou, toen was ik natuurlijk benieuwd vandaag, nu net. Maar waarom dan? Why? Want, en als, eigenlijk als hele open vraag, hè? Want kijk, ik wil nu. Oké, ik was toen al wel zelf wat meer gaan nadenken van, oké, ik moet hier niet zo over oordelen. Wat, misschien hebben mensen er wel een goede reden voor. Dus ik vroeg, waarom? Waarom heb jij dan seks met BH aan? Meest geantwoorden was wel schaamte en onzekerheid. En daarop wil ik zeggen, of wil ik eigenlijk laten weten, oké, begrijpelijk. Helemaal niet gek, helemaal niet raar. Er zijn meer mensen die dat hebben, je bent niet de enige. Maar het is nergens voor nodig. Als jij seks hebt met jouw vriendje, bedpartner, een vriend, een vriendin, wie dan ook, dan heeft diegene waarschijnlijk seks met jou omdat diegene jou wel interessant of leuk vindt. En dan hoef je je echt niet te schamen voor je borsten. Maar ik weet hoe het kan zijn om je onzeker te voelen over je borsten. En daar heel erg in je hoofd mee bezig te zijn van, oh nee, maar hoe zien mijn borsten eruit als mijn tepels niet stijf zijn? Want ik vind het persoonlijk ook. Ik vind mijn borsten best wel raar eruit zien als mijn tepels niet stijf zijn. Dus dat is al een klein dingetje waarvan je kan denken, oh ja, of oh, misschien vind je van jezelf dat je hele rare tepels hebt. Maar dat vind jij van jezelf en dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Ik vind het heel moeilijk om mensen van onzekerheid af te praten, maar ik hoop dat dat al ergens helpt door gewoon hier open met jullie zo over te spreken. Maar ik kwam er toen ook achter dat onzekerheid en schaamte niet de enige reden is om een BH aan te houden tijdens seks. Misschien is het ook wel ergens preutsheid en dat soort dingen. Maar dat is wel mijn eerste gelijke gedachte van oké, meiden zijn onzeker, dus daarom houden ze hun BH aan. Maar meerdere redenen, en die wilde ik dus graag met jullie delen en ook puur om te laten zien dat mijn eerste oppervlakkige beoordeling over deze situatie niet waar is. Gewoon dat die ontkracht wordt door bijvoorbeeld dat er ook meiden zijn die gewoon zeggen, ja, ik ben gewoon lui, ik heb geen zin om mijn BH uit te doen. Of ik vind het fijner met mijn BH aan, want
Toen waren er veel meiden die zeiden, ja, maar ik heb gewoon hele grote borsten en ik vind het vervelend als het dan zo heen en weer schudt. En toen dacht ik, oh ja, Linda, jij weet natuurlijk helemaal niet hoe het is om grote borsten te hebben. Dus, dat had ik mezelf niet kunnen bedenken. Maar nu natuurlijk snap ik dat heel goed. Dus weet ik dat nu, heb ik eigenlijk weer wat geleerd van, oh ja, natuurlijk, als je hele grote borsten hebt, is het misschien wel veel comfortabeler om je BH gewoon aan te houden. Dan gaat bij mij wel gelijk de vraag van, oké, ik vind het bijvoorbeeld persoonlijk heel fijn, zeg maar, mijn tepels zijn heel gevoelig en die moeten ook absoluut betrokken worden bij de seks. Dat maakt het voor mij gewoon de hele sensatie super ultiem en intiem ook. Ultiem, is dat wel een goede benaming hiervoor? Ben ik niet heel overbelicht? Ik ga hem toch eventjes zo zetten. Is dat een beetje beter? I don't know. Ten eerste, oordeel niet te snel. Want dat heb ik nu zelf alweer geleerd. Ik zie een film. Ik zie een meisje die seks heeft met haar BH nog aan. En ik denk, jezus, wat een aanstellerij. Doe gewoon even normaal. Ik ga vervolgens verder denken. Ik vraag het aan mijn volgers. En dat vind ik ook zo fijn. Ik kan zoveel van mijn volgers leren op dit gebied. Gewoon puur door te vragen van, maar waarom dan? Of wat, waarom heb jij dit zo en zo? Ik kreeg nog een hele fijne, heel fijn bericht. Sowieso mijn DM overstroomt echt. Van een meisje die zei van, hey, ik reageer normaal niet op je stories, maar ik wilde toch even zeggen dat je best oordelend overkwam. Toen dacht ik, oh ja, oké. Ik kan ook misschien soms best wel een beetje te snel oordelen. En dat weet ik van mezelf. En dat probeer ik ook niet te doen, maar soms is het nou eenmaal zo. Maar dan probeer ik het wel weer te reflecteren van, oké, ja. Ze zegt, ik heb zelf ook nog vaker BH aan. Niet omdat ik me onzeker voel, maar meer omdat ik er niet altijd aan denk. Of omdat ik BH's draag die moeilijk uitgaan. Daarnaast denk ik dat veel vrouwen met grote borsten hun BH aanlaten. Puur om het feit dat als borsten op en neer gaan, dat het voor een vrouw ook pijnlijk kan zijn. En ongemakkelijk kan aanvoelen. Nou, dat snap ik dus nu. Of eigenlijk weet ik dat niet, want ik heb dat zelf niet. Maar ik snap het wel. Je BH aanlaten is niet per se een teken van onzekerheid. Maar ik denk eerder van ongemakkelijkheid of pijn. Seks heb je tevens vaak met iemand waar je je wel zeker bij voelt, denk ik, zegt zij. Dus ik zei inderdaad van, oh ja, ik probeer wel echt duidelijk te maken dat ik niet wil oordelen, maar dat dat toch gebeurt. Dus door zo'n soort reactie leer ik gewoon heel veel. Ik leer gewoon zoveel van jullie. Ook als jullie nu reacties gaan achterlaten met hoe jij erover denkt. Heb jij seks met of zonder BH aan? Ik heb persoonlijk bijvoorbeeld altijd seks met mijn sokken aan. Mensen vragen ook zich af, waarom doe je dat? Ik denk dat heel veel mensen dat niet doen, omdat ze ook het gevoel hebben, ja, dat is niet helemaal sexy. En ik heb me daar gewoon overheen gezegd, het boeit me niet hoe ik er sexy uitzie. Ik doe ook niet aan sexy lingerie en dat soort dingen. Ik kan me ook wel voorstellen dat dat voor veel vrouwen wel chill is. Maar dat is weer een ander verhaal. Ik draag zelf natuurlijk ook nooit een BH. Dus daarom vond ik het überhaupt al een beetje gek om me te bedenken om een BH aan te laten tijdens seks. Maar goed, wat is nou eigenlijk mijn verhaal? Ja. Ik heb hier in ieder geval van geleerd en daarom wilde ik het met jullie delen. Hopelijk leren jullie hier ook van door niet te snel te oordelen. En dat het helemaal niet erg is om seks te hebben met je BH aan. Behalve als je je onzeker over je borsten voelt en je ervoor schaamt. Dan raad ik je wel echt aan. Praat erover met je vriend van, hey, ik voel me toch een beetje onzeker over mijn borsten. Ga voor de spiegel staan, raak je borsten aan. En weet je, gewoon even lekker zo. Dit is gewoon echt het beste wat je kan doen als je borsten hebt. Dat je er lekker zo aan kan zitten. En hopelijk voel je je dan toch uiteindelijk minder onzeker over je borsten. Want het is echt nergens voor nodig. Want er zijn zoveel verschillende soorten borsten. Dus die schaamte is niet nodig. En daarnaast, ja, ik hoop dat jullie hier dus iets van hebben geleerd. Laat mij even weten of jij seks hebt met je BH aan. Of met sokken aan, kan ook. Want ik vind het dus echt wel heel erg relaxed om seks te hebben met mijn sokken aan. Dus ik ben benieuwd of jullie dat ook hebben. Bedankt voor het kijken. Doe even een duimpje omhoog. Abonneer je als je meer seksgerelateerde video's wil zien. En ook over andere onderwerpen. Bedankt. Tot de volgende keer. Joe.